Ik ben onderweg naar Senna. Senna is 13, die wordt 14. En daar moeten natuurlijk cadeautjes bij komen. Dus ik heb 14 cadeaus voor haar 14e verjaardag. Het zijn niet allemaal serieuze cadeaus. Het zijn voornamelijk gewoon kut cadeaus. Maar hopelijk wel enigszins lachwekkende cadeaus. Dit is dus Senna, voor de mensen die het nog niet wisten. Ik schrik me dood! Senna is echt een topper. Hier ben ik echt blij mee. Ze heeft meegedaan en gewonnen met Van Niks naar Kliks. Een talentjacht die ik een paar jaar geleden heb gehouden voor aanstormend YouTube-talent. Babi, Pangwang, Pingpong. Sindsdien helpen ik en mijn team haar op weg. Dat vind ik echt leuk! En ze doet het fantastisch. Kijk dit, joh. Daarom leek het me leuk om haar voor haar verjaardag 14 topcadeaus te geven. Het is vet zwaar! Nou ja, ze zijn niet allemaal top. Nee? Dit wordt lachen. Hé, hey, jongens, kijk! Hij schrik me dood, hè! What the fuck? Wat doe jij hier? Ja, ik ben hier voor je verjaardag. Voor mijn gewaarde. Ik ben helemaal niet jarig, hè? Nee, bijna. Ik snap er echt geen reet van. Je bent bijna jarig. Nou, dat duurt nog wel even. Je kan beter gewoon vroeg erbij zijn. Wat zeg jij? Hoe oud word je ook alweer straks? 14. Ja. Dan horen daar natuurlijk 14 cadeaus bij. Dat meen je toch niet? Ik krijg 14 cadeaus. Laten we beginnen. Kies er één uit. Wat de lijkt wel steentjes. Moet je eens voelen. Wat is dit? Ik heb dit uitgekozen, maar niet allemaal. Dus er zitten ook een paar verrassingen tussen, ook voor mij. Ik ben mezelf aan het indekken, zoals je merkt. Ja, ja, ja. Je wordt maar één keer 14 natuurlijk. Je wordt elk jaar maar één keer een nieuw jaar. Toch? Oké, ik doe gewoon deze. Ik ben echt benieuwd wat dit is. Mijn speakbrief. Jouw bloemman! Shit, joh. Jij bent echt de belichaming van een middelbare scholier. Ik geef even bij elk cadeau een speech. Dit is het fundament van jouw leven vanaf vandaag. Het is vet zwaar. Nee. Het ruikt naar kattenvoer. Nee, je meent het niet. Oh, gedroogde mest. Wat is dat? Ja, dat is mijn merk. Nou, dan kan je beter aan mijn moeder geven. Jij kan toch de tuin gaan doen? Hey, moeders, weet jij trouwens dat jouw dochter een klein beetje crimineel gedrag vertoont? Beetje? Laat maar even zien. Oh mijn god, zeg. Tolereer jij dit gewoon? Nee, mama, support mij altijd in het afkijken, hoor. Ik het maar goed doen, zeg mama altijd. Nou, gefeliciteerd met je zak grond, stront. Cadeau nummer 2. Zullen we een klein cadeau doen? Wat denk je dat het is? Wat denk je dat het is? Zoals je sieraads of zo. Je wordt nou 14. Ik zie het al aan je. Je draagt het. Luister dan. Ik ben daar tegen aan het praten. Oh ja, 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 vertel. Je draagt de oorbellen. Een kettingje hier en daar. Volwassenheid. Het druipt ervan af. Oh ja, precies. Dus daar hoort natuurlijk een nieuw sieraad. Het is wel cool. Kijk eens. Ja, wat mooi. Een kettingje. Ja, maar wat voor ketting? Kijk eens even goed. Nee! Jij staat erop, toch? Wacht, laat maar kijken, laat maar kijken. Ait. Het is wel echt dik. Wauw. Doe jij hem? Ik krijg hem niet eens open, kutketting. Hey! Hij past heel goed bij al jouw andere. Echt? Ja. Dit ziet er niet uit, zeker. Ja, hij is prachtig. Ja? De Holy Grail onder de cadeaus ligt hier. Wat hoop je dat er tussen zit? Een auto. Oh. Waarom wil je een auto? Je kan toch niet rijden, mafkees? Boeien, ik kan het wel hoor. Oké, nou, dat brengt ons bij ons volgende cadeau. Oké, we gaan. Oh, ik ben in mijn verhaal. Oké, stel. Een van de cadeaus is namelijk je eerste echte rijles. Nee. Eigenlijk mag het nog niet, maar je rijlesleraar Calvijn heeft het tijd. Oh, dat echt doen? Ja. Dat vind ik wel echt heel leuk eigenlijk. Nou, kom dan. Ja, ik ben het serieus. Oké. Weet jij het verschil tussen een automaat en een schakel? Nee. Nou ja, een automaat hoef je dus niet te schakelen. Ja, dat klopt. Dat is wel chill. Dat is inderdaad chill. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar te sturen. Nou ja, en gas geven is ook wel handig. Remmen ook. Echt? Lijp. Senna, let op! Ben je met je poot erbij? Ja. Ja. Geef een beetje gas. Haal hem eraf, mafkees! Oh, kut. Eng. Je geeft koude veel gas. Je linkervoet, wat doe je daarmee? Niks. Inderdaad. Maar hoezo gaat hij niet vooruit? Ja, omdat hij nog in de P staat. In de aha. Niet met die voet! Ja, maar dit lijkt me handiger. Nee, okay. Niet doen. Je houdt hem op de rem. Dus nu gas? Nee, nee! Luisteren! Oké, dan laat gewoon los. Ga gewoon een beetje sturen. Kut, kut, kut. Kijk, deze bocht. Zou ik nou een beetje gas geven? Hoezo? Heid. Hoezo doet hij dit? Ik heb geen gordel op! Belang. Ah. Dit wordt het einde. Oké, slechtste chauffeur van Nederland. Nou, oké, wat moet ik doen? Je moet om de pionnen heen. Dan moet ik heel snel, oké. Als je dit lukt, is je eerste rijles geslaagd. Ja? Juist, oké, lekker. Vrij ruime bocht, maar oké. Pionnetje nummer 2, lekker. Ik kan het daar niet zien, hè? Nee, maar dit was easy, want jij hebt die pionnen vet lelijk gezet. Kijk, nou, en dan gaan we gewoon... Hé, doe rustig! Hey, doe normaal, joh! Normaal, gek! Hey, stoppen! Hij gaat flink door de bocht! Klaar! Nog één rondje.
Nou, 14-jarige Telg. Ah. Nou, kies wat leuks uit. Ik kies al dit. Senna, luister. Langzamerhand begin je een vrouw te worden. Maar elke vrouw heeft natuurlijk nog een beetje de neiging om voor altijd een jonge meid te zijn. Vandaar dit cadeau. Een Barbie of zo. Ik dacht, dit is echt een Barbie. Oké, maar dit is wel echt leuk eigenlijk. Nice. Jij kan ook goed dingen uitpakken, zie ik. Schiet het even op, man. Oh ja, anders doe jij het. Jouw Barbie. Oh, wat een prachtige Barbie, hé. Unbelievable. Unbelievable. Misschien loop ik op de zaken vooruit. Ik denk van wel, maar je kan beter te vroeg zijn hiermee dan te laat. Wat? Ik zou zeggen, maak het open. Oh god. Het laatste wat je wil is T-mom worden. Tot wanneer zijn ze houdbaar? Ja, kijk, ik ga ervan uit dat het plasticje er nog een tijdje omheen zit. Nou, zullen we het gewoon openmaken? Maar je hebt toch ook biologie en zo? Ja. Daar hebben we dit hoofdstuk nu over gehad. Ik had 6,3. Dat bedoel ik. Oh mijn god, het zijn er vet veel! Ik kan echt niet! Hoe krijg ik dit open? Eww. Slime! Misschien is het tijd voor het volgende cadeau. Kijk hoe laat het is! Gooi je nou gewoon weg! Nou ja, je moet ook zelf weten. Het is jouw cadeau. Nou, hoger niveau dan dit gaat het niet worden. Maar we hebben nog een aantal cadeaus over. Doe wat deze. Nou, wow. Oh ja. Senna, luister. Die hand van jou met die speakwoordjes erop. Tegenwoordig hebben we daar hulpmiddelen voor. Besef deze. Ja, nee, dit meen je niet. Dit is... Hier ben ik echt blij mee. Mooi! Ja, deze is ik mooi. Ik ga hier hè? Echt veel van bestellen. Het volgende cadeau. Wat kies je? Ik kies deze. Oh, dit is hard. Lijkt wel iets van een tekenfilm of zo, dit. Zet deze bril op. Je belandt in een andere dimensie. Dit is ziek! Probeer te lopen. Oh, dit is moeilijk. Ik ben hier bij de stoel, ja? Hier ben jij. What the fuck? We gaan wat leuks doen. Oké, het is tijd voor het parcours. Het is simpel. Je begint hier. Juist. Hi. Nou, dat ziet er makkelijk uit. Totdat je die bril op hebt. Degene met de snelste tijd. Die heeft gewonnen. Start. En ja, jammer. En weer terug. Doe even je best, man. Oh, nee, ik kan het niet. Dit is zo raar. Netjes, kom nou, kom nou. Goed zo, goed zo. Oh, niet je hoofd stoten. Tempo. 1 minuut 4. Oh, we zijn een wedstrijdje aan het doen. Ja. Nee. Dat zeg ik toch al de hele tijd. Nee, dit heb je nooit gezegd. Degene met de snelste tijd. Die heeft gewonnen. 1 minuut 21. Kut, dit duurde echt lang. 3, 2, 1. Ja. Dit. Niks aan de hand, boys. Hoe doe jij dit? Hard. Ik deed er 1,20 over. Blijf weer even chillen, want we weten sowieso dat we sneller zijn. Hoe ben jij zo stil? Wow. Hey, rustig! Je moet er afmaken. Nee! Ja, ik stond erop. Nee, 1 minuut 10 was jij. Dat scheelt ook niet heel veel hoor. Wat had jij ook alweer? Ik had 1 minuut 5. Hou je bek, helemaal niet. Echt wel? Ja, het 1 minuut 20. Oh, hoe heb je nou weer gescreend? I'm the champion. Het volgende cadeau. Voel je vrij om te pakken wat je wil. Nee, nee, nee. Ik pak deze. Want deze verpakking heb ik nog niet gehad. Het is denk ik een boek. Praten met je tiener. Ah, ja, dat is een cadeau voor je moeder. Hoezo voor mijn moeder? Weet ze hoe ze met mijn moe praten? Ja. Praten of zwijgen. De tiener speelt mee. In hoofdstuk 2 hebben we gewezen op de vele onderzoeken die waarschuwen voor invloed van de agressief taalgebruik. Agressief taalgebruik. Wat vreselijk. Alsof ik een probleemkind ben. Laten we even eerlijk zijn. Misschien moet ze ook een boek krijgen hoe ze met mij moet omgaan. Communiceren met je moeder. Ja. Het volgende cadeau. Vandaag is bijna je verjaardag. Af en toe is er ruimte voor gewoon een leuk, gezellig cadeau. Oh, wat is dit? Oh, dat ziet er echt leuk uit. Nou, die is toch leuk? Dit is wel lekker. Van je ooms en van je opa en oma krijg je gewoon dingen zoals dit. Ja. En dan denk je, oh wat leuk, maar stiekem wil je gewoon een Barbie met een bril. Nou, op zich, het is geen kut cadeau, want je gebruikt het toch wel. Zeg even, al deze cadeaus die ik heb gehad, hoeveel zijn het er nu? 8 of zo, denk ik. Toen was ik dus 8. Ah nee, 8 jaar geleden, hoe oud was ik toen? 6. Oh mijn god, een keuzes uitknijper. Ja, de multifunctional cleaning instrument. Ah, what, yo. Wat ziek!
Oké, zal ik deze doen? Maak het open. Oh, dit is prachtig. Oh mijn god. Ik sta hierop. En jij ook. Ik ken bijna de hele media. Zijn we echt best wel goed? Ik ben aan het praten. Praat verder. Ik ken bijna elke media motherfucker in heel Nederland. Ik heb ervoor gezorgd dat jij een gastrol krijgt in Brugge. Nee! Hey, Levi. Yo. Niet onze afspraak vergeten, hè? Ik dacht dat jij me geholpen had omdat je zo goed en lief was. Ik ga ook met Annie. Dat is toch een koude grap? Nee, ik wou helemaal niet. Dat is toch dik? Ik ben het fucking dik. Is het echt? Het is echt. Gewoon één dan keer. Dan moet ik nou gewoon een keertje in de aflevering mee. Ja, maar ik ben... Ik was vroeger echt fan van Lugkast. Lijp, hè? Oh, een zieke throwback. Hier een klein cadeau. Zullen we deze doen? Jij bent baas. Oké, ik doe deze, oké? Oké, doe maar. Welke serie? Is dit een serie of zo? Laat even zien, wat heb je daar? Een DVD. Essential. Backstreet Boys. Kids these days zijn toch... jullie zijn toch fan? Van wat? Van de boybands en shit. Heb je geen posters boven je bed hangen? Nee. Iedereen van 14 is toch fan van de Backstreet Boys? Niemand kent de Backstreet Boys. Meen je dat serieus? Dit doet pijn in mijn hart. Ja, dit is zeker weer... Jouw jeugd. Ja. Oké, ik ga een stukje voor je zingen. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ik ken het. Ken het? Je bent wel fan. Laat weten in de comments als je de Backstreet Boys kent. Respect voor de Backstreet Boys. Maaf. Een cadeau. Welke klas zit je nou? In de vierde. Nee, helemaal niet. In de tweede. Ja. Dan moet je er natuurlijk een beetje fancy uitzien. Okay. Daarom is dit voor jou. Nee, maar het is, hoe heet het ook weer? Frozen. En dit is een schooltas! Jij bent straks helemaal de blitz op school. De blitz. Dat zeggen ze toch op school? Nee. Oh nee. Spang. Kijk, kijk. Spang Amst. Ja, dit ziet er hard uit, hè. En dan, het laatste presentje. Presentje? Je weet, we go way back. Wat kijk jij? Je weet niet wat ik zeg. Nee. Oh. Ja, gewoon, we gaan de tijd terug, maar... Kijk, lekker! Ja. Je wordt ouder, je wordt wijzer. Weer weet je nog, die ene keer dat wij een fotoshoot deden? Nee, dit is een fotoshoot? Ja. Ik heb de hardste foto die wij hebben op een, schilderij, echt? Een schilderij gezet, ja. Dat is toch mooi? Oh, dit kan echt niet. Wat een prachtige foto. Oh, oh hij hangt. Hij ja, hangt. Kijk, wat een prachtig plekje. Wat is dit? Ik ga stuk. Jullie hebben een misvormd hoofd. Ja. Zo'n grote neus. Leuk. Mooi, hè? Leuk, hoor. Ja, dit wil je. Ja. Nou ja, kijk, als jij 20 wordt, dan weet ik wat je leuk vindt. Dan weet ik wat je leuk vindt. Ik zou hem lekker laten hangen. Oh wacht, ik heb nog wat voor je. Neem deze ook maar mee. Ja, dat kan wel. Wat is dit dan?